Ik ben Nicole. Ik werk bij politiebasisteam Vanlife Gennep. Wij hebben twee bureaus. Eentje in Vanlife, eentje in Gennep. En dat is niet omdat wij zoveel mensen hebben, maar omdat het gebied zo groot is. Hebben wij twee punten nodig waar wij vanuit kunnen rijden. En ik vind Vanlife dan al een beetje meer zuid. Ja, precies. Daar zijn we het al over eens. Twee auto's die daar rondrijden. Wat van gehoord heeft. Want vandaag de dag hoor je daar gewoon eigenlijk wel heel vaak en heel veel iets over. Of op het nieuws, of misschien bij u in de wijk, of op social media als u daarop zit. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want we zijn hier, heb ik gehoord, met een man of 100. Wie heeft daar wel eens mee te maken gehad met nepagenten? Steek dan even toch je vinger omhoog als ik dat mag vragen. Nou, de beste tip wat ik kan geven, wij hebben altijd een politie... legitimatie pas bij. Maar goed, ik kan me voorstellen als ik met een pas sta. Ja, weet je, zo'n pasje is natuurlijk ook heel makkelijk nagemaakt. Als u twijfelt, als u denkt, hé, dit vertrouw ik niet. Dan kunt u altijd gewoon inbellen met de meldkamer van de politie. En dat is 0900 8844. Bel dat gewoon. Dat nummer is gratis, is 24/7 bereikbaar. En ik zeg altijd, beter een keer veel als te weinig. Ik heb nog nooit een politieauto gezien die nagemaakt is. Wij rijden echt in een auto met striping erop, met blauwe lampen erop. Kijk daar gewoon naar. Met opdruk politie is. Misschien mag ik hem aan u geven dat u dit stukje vertelt? Ja, op zoek geweest bij mijn moeder. Ik ga regelmatig bij mijn moeder op zoek. Die is 86, woont alleen. Mijn moeder werd dus midden in de nacht om 1:30 gebeld. Iets zei met je kinderen of met je kleinkinderen. Of... Dus wat doe je? 1:30 in je slaap pak je telefoon op. Er wordt aan de andere kant gezegd met de politie van Den Bosch. Wij hebben hier een vreemde man die loopt met uw adres. Wat doe je dan? 1:30 slaperig. Ze blijft aan de telefoon en ze vraagt nog even wat. In die tijd denkt ze ook nog van, ik moet even naar de wc. Maar in die tijd heeft ze ook nog die politieagent aan de lijn. Die zegt, mevrouw, niet ophangen, niet ophangen. Nee, natuurlijk moet zij niet ophangen, want ze zou misschien wel eens iemand anders kunnen bellen. Want er klopt iets niet. Maar dat doet ze dus niet, nog steeds in de veronderstelling dat ze met de politie van Den Bosch praat. Er komt inderdaad na 1:30 uur, na 1:30 uur heeft ze midden in de nacht dus aan die telefoon gezeten. Er komt iemand die klopt op de deur, ze doet de deur open, hij zegt een code, want die was natuurlijk ingelicht. Dus ze geeft die envelop af aan de foute persoon, want ze had nog gevraagd, komt hij dan in kledij? Nee, dat doen wij s'nachts liever niet, want voor de buurt en zo, dan denken ze allemaal dat er iets aan de hand is. Dus hij komt in Burger. Dus ze belt mijn zus op, die woont in de buurt, die komt midden in de nacht naar haar toe. Nou ja, paniek, alles weg, gewoon alles weg, want die man was natuurlijk ook al weg. En de politie gebeld, die is inderdaad gekomen, politie uit Den Bosch. Dat zei je net ook al, hè, dat mensen die nog geen 06-nummer hebben, die staan dus gewoon allemaal nog in het telefoonboek. En al die mensen, die zijn allemaal wat ouder en die staan nog in dat telefoonboek. Dus het is heel makkelijk om zo te traceren wie wat waar woont en het oude nummer nog in gebruik. Half slaperig, niet weten wat je doet en ze houden je aan de lijn. Ze houden je gewoon aan de lijn van, er komt iemand. Toen mevrouw het verhaal vertelde, hoor ik best wel wat geluiden in de zaal ook. Ze hebben dat eigenlijk allemaal best wel goed in de puntjes geregeld. Als tip wat ik mee kan geven, stel je wordt gebeld door de politie en je denkt, maar weet wel, 112 is echt hoe levensbedreigend de situatie is. Dus misschien is het ook wel gewoon in dit idee, leg een papiertje naast je telefoon met het nummer erop, zodat het ook wel gewoon normaler voor jezelf is. Ja, tegenwoordig is echt alles op internet te bestellen. En je klikt daarop, dan opent er een soort visitekaartje. En daar staat het daadwerkelijke e-mailadres waarmee het verzonden is. Dus misschien staat er in je beeld afkomstig van AWB, apenstaartje, awbnederland.nl, ik noem maar iets.
En daarachter, dus als je erop klikt, dan staat er een heel gek, raar, vaak. Ja, ik krijg hier de vraag, is het niet voldoende als je hem gewoon verwijdert? Ja, zeker weten. Maar goed, als u twijfelt van, is dit echt of is dit nep, is een belletje ook zo gebeurd vaak. Aan betaalde rekeningen, aan kledingpakketjes, pakketjes die onderweg naar u zijn, maar u heeft eigenlijk niks besteld. Ik ga mijn collega heel even aanvullen. Zal een bank of een bedrijf nooit, maar dan ook nooit een telefoonnummer om uw persoonlijke gegevens vragen. Nooit om een pinpas, nooit om uw rekeningnummer met een code erbij. Nooit zomaar om geld over te maken, et cetera, et cetera, et cetera. Dat zullen ze nooit, maar dan ook nooit via e-mail doen. En dan helemaal als erbij staat, laatste aanmaning, laatste waarschuwing, u heeft nog maar 2 dagen. Nee, dat is niet waar. Dat gaat niet gebeuren. Op dat moment als u zo'n e-mailtje krijgt... U kunt ons zelfs, ik heb het gehoord dat u in de wacht wordt gezet. Mijn collega's en ik, wij bellen ook met een onbekend nummer. Dus dat is niet gelijk een indicatie van het is fout. Nee, dat mag ook. Nee, dat is ook een goede keuze, lijkt me. En weet je, als er echt iets aan de hand is midden in de nacht, en dan moet u denken aan familiegerelateerde dingen, dan komen wij aan de deur. Dan gaan wij echt niet bellen. En zeker niet midden in de nacht. En als we dan aan de deur staan, hebben we en het uniform aan, en zijn we met zo'n auto. Ja, dat is de laatste. Die is wel heel oud. Ik denk dat het echt is. Ja, mijn tip is gewoon, bel gewoon direct jouw zoon of dochter. Vaak is het ook een onbekend nummer waarvan je dat bericht krijgt. Die heb je nog niet als contactpersoon in jouw telefoon staan. Dus dat moet eigenlijk al een beetje een gek gevoel geven. Ja. Ik krijg hier een vraag. Wij hebben bij ons in de woonwijk, zegt deze meneer, buurtpreventie. Bedoelt u dat buurtpreventie appgroep, hè? Ja, dat is hartstikke goed. Dat is ook misschien gewoon een goede tip, mocht dat nog niet in uw buurt zijn. Een WhatsApp buurtpreventiegroep. Mocht u iets verdacht zien, dan kunt u altijd daar snel een berichtje in sturen. En zo breng je elkaar ook op de hoogte. Neem ze een hekel. Dat is een heel erg